Goedemiddag, Freya Sijs, welkom. U had een vraag over het gezondheidskompas. Wat is dat precies? Wel, dat is een online applicatie waar mensen een vragenlijst kunnen invullen om te bepalen wat hun risico is op hart- en vaatziekten en ook op diabetes. Ja, en heeft u het zelf al eens geprobeerd? Ja, inderdaad. Ik heb zelf mijn vragenlijst ook al eens ingevuld. Ja. En was de lijst oké, de vragenlijst? Ja, men peilt naar ja, of je rookt of niet, of je veel alcohol gebruikt of niet, of er mensen in de familie zijn met kankers en of je inderdaad ooit diabetes hebt gehad of nog altijd hebt. Ja, en is het systeem voldoende gekend? Wel, dat zal moeten blijken natuurlijk. Hè. Men gaat dit nu verder moeten verspreiden, enerzijds naar de verschillende zorgverstrekkers, hè. Apothekers, diëtisten, huisartsen, ja, sociale werkers. En anderzijds is natuurlijk wel de bedoeling dat de mensen voldoende ingelicht worden dat zoiets bestaat. Ja, maar daar heeft u vragen wel bij. Ja, wel, ik hoop echt effectief dat ook de zorgverstrekkers, als zij daar voldoende natuurlijk de kennis over hebben, dat dat effectief ook zal gebruikt worden bij de patiënten. Ja, maar voorlopig zijn het nog twee proefprojecten. Mm-hmm. Is er iets duidelijk over de timing? Wanneer start het proefproject en wanneer eindigt het? Wel, in het voorjaar zal inderdaad het project rond het gezondheidskompas en dus daaraan verbonden verwijzen dus voor de gezonde voeding, de groepsessies, zal in twee startregio's starten. En dan zal men het proberen uit te rollen over heel Vlaanderen, afhankelijk natuurlijk van de resultaten van wat dat er eigenlijk in die twee startregio's is uitgekomen. Ja, dus het feit dat het opgesplitst is, zint u eigenlijk niet? Wel, ik vind het echt wel heel belangrijk. Je hebt enerzijds dat bewegen op voorschrift, nu heb je gezonde voeding op verwijzing. Ik hoop echt wel op termijn dat dit één geïntegreerde aanpak zal zijn. Want ja, veel mensen hebben ook weinig tijd deze dagen. Dus ik zie u niet naar enerzijds sessies gaan voor enerzijds hun te helpen bij het meer bewegen. En anderzijds voor het gezonder te leven en kijken naar gezonde voeding. Ja, u hoopt daarop. Heeft de minister ook daar duidelijkheid over gegeven dat hij plannen heeft in die richting om dat te integreren? Nee, hij heeft daar eigenlijk niks verder over gezegd. Hij kon wel beamen dat dat inderdaad een goed idee zou zijn. Maar natuurlijk, ja, het zal afhangen, zegt hij ook, van de resultaten wat dat nu geeft, die gezonde voeding op verwijzing. Ja. Wat is de conclusie? Wat kan er nog veel beter volgens u? Wel, enerzijds, het gezondheidskompas is zeer, zeer goed. Hè, dat mensen zelf hun risico op verschillende levensstijlen kunnen bekijken. Hè, en dat daar adviezen aan gegeven worden. En dat zij ook kunnen doorverwezen worden naar de huisarts. Hè, en dat zij dan eventueel groepsessies kunnen volgen voor die gezonde voeding. Allemaal fantastisch. Maar ik hoop dat het vooral goed bekend raakt bij de bevolking, bij zorgverstrekkers en dat er op termijn ook een geïntegreerde aanpak komt dat men bewegen en gezonde voeding samenvoegt. Oké, dankjewel Freya Sijs van Open VLD. Dank u. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.